Oké, scène 8. 10 manieren om je kamer op te ruimen. Zit er in de klaar voor? Ja. Ja, loopt ie? Ja. We gaan hem doen. En actie! Dit is Dylan. Dylan is een YouTuber. Dat wist je waarschijnlijk al, maar misschien kijken je ouders ook mee. Dylan maakt grappige video's op YouTube. Hij noemt het zelf komische sketches. Ik ga het huiswerk opgeven. Bladzijde. Ah! Dylan! Eruit! Ja, oké. Okay, stop maar. Daar, weet jij wel raad mee, hè? Weet jij wel raad mee? Een succesvol YouTube-kanaal draaiende houden, daar heb je een ijzersterk team voor nodig. Ja. En actie! Nice! Deze was goed! Nou, kom op, Rick. Niet zo uitstellen, hè? Het is maar een bulldozer. Oké, dan gaan we volgens mijn draaiboek nu door met de scène met de vlammenweg. Dit is Marit, de steun en toeverlaat van Dylan. Naast dat ze zorgt voor alle planning en productie van de YouTube-video's, is ze ook de liefde van zijn leven. Hier, touw, fakkel. Dit is Teun. Teun is de kleinste van het stel. Erg goed in scheten laten en het bedienen van de camera. Maar hij is vooral heel erg klein. Oké, scène 10, vlammenwerper en actie. En dit is Rick. Krijg ik ook nog zo'n coole titel op voor? Rick kan heel goed tekenen. Was dat het, serieus? Jongen. Maar dat is niet alles wat Dylan doet. Naast onwijs veel video's opnemen, doet hij ook nog heel veel andere dingen. Kortom, hij is nogal druk. Ik ben wel echt druk. Ja, dat zei ik al. Valt wel mee, toch? Je moet gewoon een beetje handig plannen. Kijk, daarom heb ik deze planning voor jou gemaakt. Huh? Wat is dat symbool met dat wc'tje? Dan kun je naar de wc. Wat? 2 keer per dag 1 minuut? Ja, lukt dat toch? En waarom heb ik hier dan ineens 30 minuten voor het toilet? Ja, op donderdag halen we Chinees. Ah, ja, natuurlijk. Wat doen eigenlijk al die camera's hier? Dylan, we maken een film. Dat wist je toch? Inderdaad. Alsof Dylan het nog niet druk genoeg heeft, zijn ze op dit moment bezig met het maken van zijn eerste film. En wie is dat de hele tijd? Ja, dat is de voice-over. Die is wel heel erg oud. Is die van jouw leeftijd of zo? Ja, Dylan is een echte grappenmaker. Maar Marit kan niet altijd zijn grapjes waarderen. Dus geeft ze hem een klap tegen zijn hoofd. Au! Ah. Voor Dylan is het allemaal nog even wennen. Hij zwaait vriendelijk naar de voice-over. En hij zegt sorry. Sorry. Verstaanbaar sorry. Sorry. En dan kan de film nu echt beginnen. En alsof de drukte van een normale werkweek nog niet genoeg is voor Dylan en zijn team, met het bedenken, filmen en monteren van al die video's, is hij onlangs een heuse tosti-tent begonnen. Voor mensen die weinig tijd hebben en nog snel even een eerste klas maaltijd willen eten. Het hele team werkt hier mee. Dylan en Marit doen de bediening. Dames, kijk eens. 2 maal de tosti deluxe. En Teun en Rick staan samen achter de toonbank. Hey Rick. Wil je even proeven? Hoezo? Heb je een nieuw recept? Wat heb je erop gedaan? Dat zeg ik niet. Eerst even proeven. Oké. Okay. Het is lekker. Het is heel erg lekker. Wat heb je er nou op gedaan? Niks bijzonders. Ik vind het toch echt lekkerder dan anders, hoor. Ik heb hem net op de grond laten vallen en ik wilde weten of we nog steeds zouden kunnen serveren. Hij is nog wel steeds lekker, ja. En daar heb je IJsbrand. IJsbrand is ook een YouTuber. Hij is ongeveer gelijk met Dylan begonnen en heeft ongeveer net zoveel abonnees. Team Dylan Hagens is niet echt blij met IJsbrand. Want als Dylan een video maakt met de 10 beste smoesjes om te laten komen... Ik kon niet op tijd zijn omdat ik tijdens het plakken van mijn band per ongeluk mezelf heb vastgeplakt. Komt IJsbrand een halve dag later met 8 smoesjes om niet op tijd te zijn. Ik kon niet op tijd zijn omdat ik tijdens het plakken van mijn band per ongeluk mezelf vast heb geplakt.
Transparant is onlangs ook een broodjeszaak begonnen. De Panini-tent, aan de overkant van de straat. En hij heeft net zoals Dylan ook een team samengesteld. Dat precies op Team Dylan Hagens lijkt. En zo komt IJsbrand altijd net iets later met vrijwel hetzelfde idee als Team Dylan. Ah, dat idee van een voice-over in beeld had ik vorige week ook al bedacht. Hi, Rick. Hoi. Ik wil een eitosti speciaal. Een eitosti speciaal? Maar ik wil hem zonder ei, want daar ben ik allergisch voor. Zonder kaas, want die ziet er bij jullie niet zo fris uit. En zonder ham, want ik ben vegetariër. Dus je wilt gewoon een leeg broodje? Ja. Met frikandel. Maar je zei net dat je vegetariër was. Ik ben meer een irritariër. Dat betekent dat ik alleen geen vlees eet als ik daarmee mensen kan irriteren. Ik heb slecht nieuws voor je. Misschien kun je het best even gaan zitten. IJsbrand, luister. Wij hebben geen frikandel. Oh. Maar dat geeft niet. Want wij wel. Een panini frikandini. Wil jij een hapje? Ja? Ja, lekker hè? Lekker. Oh. Wil je weten wat het geheime ingrediënt is? Benzine op het broodje. Benzine? Het is pittig, het is verrassend. Het is iets wat je nog nooit eerder hebt geproefd. Geheim van de kok. IJsbrand. Dylan. Kan ik iets voor je doen? Bijvoorbeeld een ideetje bedenken wat je dan weer kan jatten? Ik kom hier gewoon een tosti frikandel bestellen. Dat hebben we niet. Dat hoorde ik. Maar wij wel! Panini frikandini! Als iemand hier een frikandelbroodje wil, kan hij die ophalen aan de overkant! Goed, kunnen we nog iets anders voor je betekenen? Ja, een glaasje kraanwater. En veel camera's hier. Dylan, ben jij een bioscoopfilm aan het maken? Wat leuk! Ik ook! Wat gezellig! Dan kunnen mensen na mijn film een paar maanden later lekker naar die van jou! Echt een hekel aan die gast, jongen. Ja, ik weet niet, Dylan. Ik denk dat hij best aardig is. Nee, Rick. Veel mensen geven je het voordeel van de twijfel, maar IJsbrand? Hij niet. Ja. Zal ik anders een lekkere tosti voor je maken? We hebben nieuwe smaken die je echt moet proeven. Oh, ja, is goed. Verras me maar. Oké. Okay. Weet je wat ik niet snap? Die IJsbrand die maakt minstens net zoveel video's als wij, hè? Maar heel Team IJsbrand ziet er altijd zo relaxed uit. Het lijkt alsof ze nooit wat te doen hebben. Ik bedoel, zie jij ze ooit met een camera? Nee, eigenlijk nooit. Nee, hè? Nee. Oh, geen paniek allemaal, geen paniek. Het is maar wat rook. Geen paniek. Het is maar een steekvlam. Geen paniek. Het is maar een totale keukenbrand. Wat zit er op die broodje? Ja, niks bijzonders. Ham, kaas, tomaat en een beetje benzine. Benzine? Kijk hoe mooi dit eruit ziet. Het moet natuurlijk allemaal goed ingemengd worden. Waar zijn Rick en Teun? Waar is Teun? Hoe kan het dat jij zo schoon bent?
Ja, vlammen gaan omhoog, hè? Als je laag bij de grond blijft, heb je nergens last van. Oh ja, bedankt, hè. Oh, voor iedereen in mijn panini-tent is vandaag het tweede broodje gratis! Gelukkig is er nog wel iets positiefs aan het hele gebeuren. Wat? Dit is echt een verdomd lekkere tossie. Ja, soms heb je pech, hè. Maar geluk bij een ongeluk. Mijn vlog over je brand staat al in trending. Hè? Wat? Hij heeft gelijk. Dit kan helemaal niet. Dat kan gewoon niet. Ja. Ja, ik zei het toch? Ik zei het toch? Yes! Hey jongens, wie is er een panini? Ik heb net de vierde gratis gekregen. Ik zei toen dat IJsbrand een goede gast was. Hij heeft er zelfs extra saus op gedaan. Ja, barbecue saus. Ja, hoezo? Lust je dat niet dan? Hé? Nee. Wacht eens even. Zeg je nou dat IJsbrand zelf die broodjes aan je heeft gegeven? Ja. Dat kan helemaal niet. Hier, moet je zien. Hij heeft net een video geüpload. 8 manieren om een brand te voorkomen. En hij heeft die thuis opgenomen. Klopt hier iets niet? Je moet er meer van weten. Teun, kom. Hey, jongens. En die broodjes dan? Oh, die mag je zelf wel opeten. Ja, weet je wat? Ik ruim het hier wel op, hoor. Helemaal alleen. In mijn eentje. Ah, super. Dankjewel, Marit. Oké. Okay. Oh, hey. Komen jullie toch helpen? Autosleutels vergeten. Ah. Geen probleem. We kunnen wel mijn auto. Oh, ja. Jouw auto. Super fijn. Dit is zijn huis? Ja, ik denk het. Zie je wat? Nee, dat raam is te hoog. Wacht, ik geef je een voetje. Oh ja, goeie. 1, 2. Ik zie het nog steeds niet. Ik kan alles op mijn schouder staan. Goeie. Komt die? Ja, ja. Nee, net niet. Hij gaat allemaal op mijn hoofd staan. Oh ja, oké. Okay. Ja, ik zie hem. Wat doet hij? Hij zit op een tropisch eiland. Die gast is echt rijk. Voor de tropisch eiland is een huis. Ja. En wat doet hij op zijn tropisch eiland? Hij zit op zijn mobiel. Oh, dat heb ik ook wel eens gehad, man. Mijn hele scherm stuk. Nee. Nee, dat kan niet. Hier, moet je zien. Dat heeft hij net geüpload. Dit is van vandaag. Dag, mensen. Wat leuk dat jullie weer naar deze video kijken. Vandaag geen 8 manieren. Maar ik heb iets anders wat jullie onwijs gaaf gaan vinden. Tromgeroffel. Ik ga een bioscoopfilm maken. Ja, echt een bioscoopfilm. We zijn er al heel lang mee bezig. En hij komt over een paar maanden bij jou in de bios. Dat kan niet. Nee, dat kan niet. Hij steelt toch weer ons idee? Wacht even. Wat doe je? Mag ik je riem even? Mijn riem? Ja, ik heb het in een video op YouTube gezien. Wacht even. Oh, hè. Goedemiddag mevrouw, we zijn van de anti-inbraakservice en we controleren of huizen niet gevoelig zijn voor inbraak. Oh, moet ik me zorgen gaan maken? Nee, nee, hier komen we absoluut niet binnen. Yes, gelukt!
Hey, hier maak ik even een aantekening van. Oh, dag mevrouw. Oh. Rare Hollanders. Kom, Samson. Wat doen we hier alweer precies? We moeten uitvinden wat die ijsbrand aan het uitspoken is. Ja, maar als we gepakt worden, dan kunnen we de komende maanden onze video's vanuit de gevangenis maken. Ach, komt wel goed, man. Hé, wat is dit? Dat is een brief. Dat is iets van vroeger toen brievenbussen nog gebruikt werden als communicatiemiddel. Als men al contact wilde, dan schreven ze een brief. Nee, ik bedoel, wat is dit? W. Gast. Het zou toch wel heel toevallig zijn als je nu direct de brief vindt die het geheim van de video's van IJsbrand vertelt, niet? Ja, inderdaad. Dat is wel heel ongeloofwaardig. Dat gebeurt nooit in een film. Kom. Is dit? Die gast is gek. Hey. Kijk hier. Weer een brief. En weer van W. Ook toeval? Het is een factuur van een meneer Opstelt. Abonnement met extra brandende objectenpakket. Ja, het is gewoon een abonnement. Van een telefoon of zo. Met extra brandende objecten. Ja? Die Galaxy S7 ontploft toch altijd? Moet hier weg! Is hij weg? Teun! Is hij weg? Kom. We hebben een probleem, man. Hoe komen we hier weg zonder dat hij ons ziet? Ja, lunchpauze, jongens. Wacht. Zijn jullie echt? Wat echt, joh. Dat we robots waren. Je toch niet zo gek, jongen. Maar jullie staan hier dan de hele tijd stil, of wat? Nee, natuurlijk niet. Gewoon van 9 tot 5. Met een uurtje lunchpauze. Ja, maar... Hoe kun je zo lang stilstaan? We hebben allemaal bij de televisie gewerkt, dus we zijn gewend om compleet stil te staan altijd. Kom, we gaan, jongens. Yes. Denk het. Hallo. Wat kan ik voor de heren betekenen? Ja, wij zijn op zoek naar meneer Opstelten. De heer Opstelten. Hij heeft een afspraak. Nee. Nou, dan zal dat helaas niet gaan. De heer Opstelten ziet echt alleen maar mensen op afspraak. En bij wie kunnen we een afspraak maken? Dat kan bij mij. Oh, nou top. Kunnen we dan een afspraak maken? Nou ja, mijn lunchpauze begint over. Even kijken. Okay, als we dan... 15 seconden al, dus. Zullen we dan even heel snel een afspraak maken, nu? 10,
Nee, ja. Kom op, alsjeblieft, heel snel. Oh ja, dat is toevallig. De heer op Stelten heeft het aankomende half uur een gaatje en dan de rest van de week niet meer. Super. 3, 2, 1. Sorry, ik heb nu lunchpauze. Kunt u over een uurtje terugkomen? Serieus? Dat meen je niet? Jawel. Ik zou je echt met alle liefde helpen, maar van mijn CEO moet ik nu lunchen, dus... Nou ja, zeg. Ik vind het echt een beetje belachelijk. Dat slaat ik ga de beveiliging erbij halen. Diederik Jan, kun je even komen? Diederik Jan? Diederik Jan. Hallo, ik ben Diederik Jan. Ik heb een golf met mijn vrienden. Ik ben Diederik Jan. Wie heet dan Diederik Jan? We gaan al. Ik kan de deur alsjeblieft even open. Ik ben het hier Zo, en wat kan ik voor de heren betekenen? We vroegen ons af of we van hetzelfde abonnement gebruik zouden kunnen maken als IJsbrand. Aha. Ja, want IJsbrand vertelde ons dat u echt het beste abonnement heeft. Ja. IJsbrand zei al zoiets. Maar dat is geweldig. Zouden jullie misschien eerst het nieuwe model willen zien? Ik ben gek op modellen. Nou, loop maar even mee. Sorry. Kijk, hier staat het nieuwste model. Misschien willen jullie even binnenkijken. Kunnen jullie er een beetje mee stoeien? Oh. Tot zo! Ik denk dat we moeten invoeren wie we zijn of zo. Oké, ik denk dat hij een foto van me heeft geript of zo. Tekst. Oké. Hey mensen! Wat? Ja, nee, dit moet een prank zijn. Ja, dat klopt. Ik heb een dikke vette prank uitgehaald met Teun. Zie je wel. Het is wel een goede prank. Nee, gast, je ziet toch dat ik het hier net zelf intake? Ja, en heb je dat van tevoren opgenomen? Nee, nee. Wacht, doe eens iets spontaans. Iets spontaans? Ja, doe eens iets wat ik echt niet verwacht. Oké. Hoppa! Wat doe je? Hey! Oh! Dikke, grote mevrouwen met een worteltje in hun hand. 23. Dikke, grote mevrouwen met een worteltje in hun hand. 23. Ja, dit is wel echt bijzonder. Ja, inderdaad. Hoe weet jij mijn wachtwoord? Hey, kijk. Kijk, er staat ons hele team. En ik ben heus niet zo klein als ik eruit zie, hoor. Neem bijvoorbeeld Roel van Velsen of Wesley Snijder. Die zijn maar een paar koppen groter dan ik. Heel grappig gedaan. Hey, je kan ook handelingen doen. Nice. Oké, okay, nice. Wacht.
Dat vind ik mooi. Om je vriendin ten huwelijk te vragen. Ja, leuk. Of 10 manieren om te zeggen dat het haar van je vriendin zo leuk zit, dat ze zo blij is en de rest van haar leven bij je zal blijven. Ja, leuk. Ah, Marit. IJsbrand. Wat heb je het mooi opgeknapt hier. Alles is weer helemaal bij het oude. Behalve de klanten dan. Zit je helemaal alleen hier? Wil je niet even gezellig met mij een panini eten? Ik weet wel een leuk tentje aan de overkant. Weet je, IJsbrand? Ze is iets dat ik nog veel liever zou willen. En wat is dat, lieve Marit? Dat jij even snel ophoepelt nu. Oh, of anders? Of anders, dan haal ik Rick erbij. Nou, ik denk dat Rick op dit moment wel een beetje te druk is. Alweer? Ja, ze zijn onweerstaanbaar. Net als jij, Maritje. Blijf van me af! Oh, ik voel al wanneer ik te veel ben. Lieve Marit. Je weet heel goed dat ik een vriend heb. Oh ja, Dylan toch? Pees? Was het Knol? Waar is je lieve vriendje nu eigenlijk? Nou, die is op dit moment hele belangrijke en verstandige dingen aan het doen. Belangrijke en verstandige dingen. Ik hoor het al. Oh, en wat is dit? Oh, gaan jullie trouwen? Dat is zo leuk. Oh! Nou, dan laat ik je maar weer lekker. Oh, doe de groeten aan Bilal. Bilal? Willem? Ernst-Jan. Ja, doe je IJsbrand. Groetjes. Oh man, dit is echt te gek. Dit is niet van echt te onderscheiden. Hey. Op deze manier hoeven we nooit meer een video op te nemen. Hey, maar je kan ook achtergronden aanpassen. Huh? Oh. Schouwburgplein. Dit is leuk. Kijk, als we hier nou een groot podium neerzetten. Mm-hmm. Publiek. Marit en Rick. En dan? Hallo, ik ben Marit en ik ga voor jullie zingen. dit is zo sick. Ja, die Marit. Oh man. Helpa. En doen we die erbij? Ja, oké, nou is het toch niet. Nee, het is toch niet echt. Ja, maar dit is wel echt heel erg gênant aan het worden voor. Kom op, even. Ja, maar het is toch ook gewoon hartstikke interessant vanuit journalistiek oogpunt. Gast, serieus, kappen nou. Kom op, hou op. Dit is echt niet normaal. Nee, wacht nou. Even dit dingetje nog erbij, want dan ben ik bijna klaar. Als ik dan... Nog serieus, kappen. Nee, dan is het... Wacht. Ik ben bijna klaar. Rustig. Ik heb hier... Zo, ik zie dat jullie het programma al aardig onder de knie hebben. Nou, loop er even mee naar mijn kantoor. Man, zou hij dit gezien hebben? Nee. Er mag echt niemand achterkomen. Serieus, er mag niemand weten. Niemand. Beloofd. Gast, godverdamme, wat doe je? Ja, jij zegt dat ik het moet beloven. Nou, dan krijg je dat. En, vrienden, hoe was de demonstratie? Ja, wel aardig. Nou, ik heb alvast een contract gemaakt. En ik regel voor jullie een fikse korting. Hier, alsjeblieft, tekenen. Onderaan, laatste pagina, bij het stippenlijntje. Teken maar, alsjeblieft. Het stippenlijntje. Nou, ik denk dat we dit thuis nog eerst even moeten bespreken. Bespreken?
Waarom zou je het willen bespreken? Dit is echt het beste van het beste, hè? Ja, en heel veel mensen gebruiken het, hè? Een Gordon, een Mark Rutte, een Peter R. de Vries. Ja, jullie denken natuurlijk, hey, die jongens zijn heel erg druk. Nou, die liggen de hele tijd gewoon op een wit strand, zo. Met hun armpjes in de nek. Dus ik zou zeggen, tekenen bij het stippenlijntje. Teken maar bij het stippenlijntje, daar. Ik denk toch dat we er even over na moeten denken. Ik kom al over een week bij u terug. Oei. Ja, dat kan helaas niet meer. Hoezo niet? Nou, nu weten jullie al dat mensen het gebruiken. Een Gordon, een Mark Rutte, een Peter R. de Vries. Dus helaas. Maar dat heb je net zelf gezegd. Dan had je dat niet moeten vertellen. Dat is wijsheid achteraf, jongen. Jullie gaan hier niet weg als dat contract niet ondertekend is. Daar, bij het stippellijntje. Hé, wat is dat? Kijk eens, nog een contract. Kijk, en hierin staat een proefperiode van slechts een maandje. En daarna zit je helemaal nergens aan vast. Maar je moet het wel geheim houden. Dus, alsjeblieft, kijk maar. Teken maar bij het stippellijntje. Oké, dus dan zitten we echt nergens aan vast. Je bent zo vrij als een vogeltje. Nou, teken maar hier, op de rug. Hop. Nou, kijk eens. Dankjewel. Zo. En dan zie ik jullie over een maand terug en de tijd gaat nu in. Hop, aan het werk. En ga mooie dingen maken, hè. Ga. Doe je. Dag. Die gast is echt gek. Ja, inderdaad. Maar het werkt wel. Het is wel tof om hier even mee te spelen, toch? Nou, weet je het zeker. En als je fans erachter komen? Komen ze niet. We zetten het gewoon niet online. Ik bedoel, het kan toch geen kwaad om hier even wat mee uit te proberen? En wat zeggen we dan tegen Maat en Rick? Nog niks. We testen het eerst een maandje. En als het werkt, dan zeggen we. Oké. Wacht even. Wat? Ik heb het. Wat? Ik heb het geheim ontrafeld. Welk geheim? Dit programma. Wat is er met het programma? Dit is het programma dat IJsbrand gebruikt. Wat? Meen je dat serieus? Dat, serieus, iedereen snapte dat al. Wat bedoel je? Nou, gewoon iedereen, letterlijk iedereen die deze film nu zit te kijken, die snapte al dat IJsbrand dit programma gebruikt. Allang. Inderdaad, iedereen die deze film kijkt had dit al lang zelf bedacht. Beetje jammer, Teun. Oh, ik zei het ook. Wat gaan we nu doen? Dit gaan we doen. Wat een gemene gast is dat! Kom, we pakken hem! Wow! Een speedboot!
Wow, dit zit echt supergoed in elkaar, jongens. Ja, echt niet normaal zo vet. Ben ik er een keertje niet bij, doen jullie dit. Hebben jullie het zelf bedacht? Ja, helemaal zelf. Maar hoe hebben jullie dat geregeld dan? Dit is toch vet duur? Dat kunnen wij toch helemaal niet betalen? We hebben gewoon wat dingen geleend en zo. Ja, die sportwagen is van een oom van mij. Ah, oké. En die speedboot? Ja, die speedboot ook. Ja, en dat rode fietsje dan? Die hebben we gekocht. Maar dat is toch super duur, zo'n fietsje? Maar jullie vinden hem dus tof? Ja, ik vind dit heel tof. Even los van het superdure rode fietsje. Dit is de vetste video ooit. Ook al is hij zonder mij dan. En jij speelt ook echt heel goed, Teun. Je lijkt ook wel wat langer in de video. Oh ja? Dit gaat echt een dikke viral worden. Deze moet vandaag nog online. Ja, denk je? Ja. Ik denk niet dat we dat moeten doen. Serieus? Jullie stoppen zoveel energie in een video en dan niet online zetten? Sorry, maar dan doe ik het. Ja, ik ben het er wel mee eens. We hebben er wel echt superveel tijd in gestopt. Weet je, we zetten hem vandaag nog online en dan zijn we volgens mij ook gewoon klaar voor deze week, toch? Oh ja? Wacht even. Oh. Ja, jullie hebben gelijk. De opnames die we hadden staan, die zijn niet meer nodig, dus we beginnen maandag pas weer. Vrije tijd! Ja. Hey mensen, vandaag gaan Teun en ik proberen een wereldrecord te verbreken. We gaan proberen zo snel mogelijk de wereld rond te gaan met een luchtballon. YouTubers Dylan en Teun reizen de wereld rond in maar liefst 5 dagen in een luchtballon. Vandaag gaan Teun en ik een wedstrijdje doen wie het eerste in Rusland is. Ik ga met een super vette F-16 en Teun, die gaat met de trein. Die zal wel winnen. Oh. En weer is Dylan Hagens in het nieuws. Dit keer met een spectaculaire vlucht in een F-16. Hebben jullie ook zo'n hekel aan allemaal plastic in de oceaan? Dan heb ik goed nieuws, want vandaag gaan Teun en ik het plastic soepprobleem oplossen. En zo lofte Dylan Hagens vandaag het plastic soepprobleem op door er samen met Teun fidget spinners van te maken. Ja, het is Dylan Hagens weer gelukt. Hij heeft iedereen versteld doen staan door samen met Teun naar Mars te reizen en daar een battle te doen. Leuk dat jullie er zijn. Hé, hey, we willen Dylan zien. Bent u de moeder van Dylan? Oh. Dylan, 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 Dylan. Dylan, heb je even? Huh? Ik zal even in mijn planning kijken. Maandag heb ik niks. Dinsdag heb ik niks. Woensdag heb ik niks. Vandaag. Oeh, nee. Vandaag kan ik niet, want ik moet vandaag de hele dag niks doen. Mijn planning is zoveel beter dan jouw planning. Oké, bedankt. Oh, nee, daar bedoel ik niks mee hoor. Maar ik bedoel, nu ik mijn eigen planning maak, heb ik gewoon veel meer vrije tijd over. Ja, dat merk ik. Het is ook wel echt een fantastische maand geweest qua views en video's. Jazeker. Laat dat maar aan Dylan over. Ja, er is alleen één ding. Huh? Nee, er is helemaal niet één ding. Er is niks aan de hand. Kijk, Rick en mij viel het op dat je de afgelopen maand eigenlijk alleen maar video's met Teun hebt gemaakt. Oh nee, dat is niet waar. Want vorige maand heeft Teun ook nog die video gemaakt met jou dat je aan het zingen was op... Huh? Wat? Wat? Ik? Zingen? Zei ik zingen? Nee, ja, ik vergis me echt totaal. Dat was jij. Dat ging. Wat zit je haar leuk trouwens? Ja, dankjewel. Nee, maar als je dus video's alleen maar met Teun maakt, daar word ik dus onzeker van. Ik ben helemaal niet onzeker. Ik vond het alleen jammer dat ik niet mee was op Mars. Dat leek me hartstikke leuk. Ik hou van Mars. Gast, zit je nou serieus de hele tijd hier onder het bed alleen om deze woordgrap te maken? Ja. Nice. Nee, maar even serieus, jongens. Als je alleen maar Teun gebruikt, dan lijkt het bijna alsof je Rick en mij niet meer nodig hebt. Ja, dat klopt. Maar dat is het mooie juist. Wat? Dat je mij niet meer nodig hebt? Ja!
Ja, en Riek ook niet meer. En Teun ook niet meer. En mezelf ook niet meer. Hè? Wacht, mag ik je planning even zien? Ja. Even kijken. Wij gaan straks gezellig samen uit eten. Oh, gezellig. Oh. Ja, tuurlijk. En dan vertel ik je alles. Oké, okay. Wat vertel je me dan? Ja, dat kan ik nu niet zeggen. Anders heb ik straks niks meer te vertellen. Okay. Wat? Ga je? Je had toch niks te doen? Nee, ik lig al de hele dag niks te doen op bed. Dus ik dacht, ik ga even naar buiten om niks te doen. Beetje zwaaien naar mensen die werken en zo. Ja? Tot vanavond, hè? Oh! Ah! Loop ik toch zo tegen die deur aan, hè? Ah! Alweer! Superdom! Ah, god, derde keer? Dat zijn. Oh! Ja, ga dan maar. Ah, oké. 1 miljoen abonnees in een maand is echt veel, joh! En die laatste video was ook wel zo vet. Alleen, ik baal nog steeds dat ik niet mee mocht naar Mars. Dat had toch nog goed gekund? Hier, kijk, hier was toch nog gewoon een plekje vrij? Ja, had wel gekund, maar eten is een ruimteschip zo echt vies, hè? Daar eet je namelijk tossies uit een tube. Hé, gadverdamme, tossies uit een tube? Ja, nee, dan ben ik wel blij dat ik niet mee mocht. Maar zou ik misschien deze week nog een keertje mee kunnen spelen of zo? Nee, dat zal lastig worden, ben ik bang. Hoezo niet? Ik bedoel, jullie doen alles met z'n tweeën. Heeft Dylan mij niet meer nodig dan? Nou, ja, daar wil hij morgen met je over praten, geloof ik. Hij heeft er vanavond ook met Marit over. En... ja, meen je nou alweer? Nog wat drinken? Ja. Met me over praten? Ja, zie je wel, hij gaat me ontslaan. Er moet toch nog wel een oude video zijn waar ik op sta? Eens even kijken. Huh? Wacht eens even. Dit kan ik me niet meer herinneren. Hoe lang is dit geleden? Ha, kijk Marit. Dit is geweldig. Dit moet online. Ja. De fans willen ook Rick en Marit zien. Dit moet vandaag nog online. Meneer Hagens, komt u verder? Ja. Kijk, het is Dylan Hagens. Fantastisch, geweldig. En hij is zelfs naar Mars gevlogen voor een video. Geweldig, bravo. En gefeliciteerd met de 2,5 miljoen abonnees. Proficiat. Super. Dank je wel. 2,5 miljoen abonnees? Ja. Is er een miljoen bijgekomen? Bizar, hè? Dat allemaal in 1 maand. Vandaar het etentje om het te vieren. Ober? Heeft u een keuze kunnen maken voor het dessert? Eigenlijk lijkt alles me heerlijk, maar doe maar de fruitparfait. Uitstekend. En voor meneer? Ja, ik zie er eigenlijk niet echt iets lekkers tussen zitten. Maar doe maar gewoon een banaan. Een banaan? Vers geplukt, alsjeblieft. Excellente keuze. Komt eraan, natuurlijk. Hey, vanavond even niet werken. Ja, hey, heb je deze video gezien? Nee, serieus. Ik wil vanavond even nu het werk bezig zijn. Zullen we ons nog een potje doen? Ja, prima, maar kijk deze video even. Ik weet niet zeker of ik hem online moet gooien of niet. Is hij leuk? Ja, is heel leuk. Nou, dan hoef ik hem niet te zien. Knal maar lekker online. Oké. Online. Zal ik alles even delen? Ik snap niet dat je denkt dat je nog een kans maakt. Oh nee? Nee, heb je misschien wel gelijk. Heeft het ongesmaakt? Ja, zeker. Super. Goed. Marit, ik moet je wat vertellen. Ja. Het zit namelijk zo... Wacht even. Ik wil het heel graag horen, maar ik moet heel even naar de wc. Oké. Niet meteen op je mobiel gaan zitten, hè? Oh, oké. Sorry hoor, maar dan moet jij ook niet meteen op je mobiel gaan zitten zo, hè? Nee, dat doe ik niet. Oké. Laat hem dan hier liggen. Hoezo? Oh, als je hem toch niet gaat checken, dan hoef je hem ook niet mee te nemen naar de wc, hè? Ja, is goed. Maar dan neem ik jouw mobiel in. Oké. Super logisch dit. Nou, kom op. Je kan toch niet zomaar die schil op de grond gooien? Hoezo niet? Dat doe ik altijd. Heeft er ook niemand last van. Dan ruim ze echt wel op. Wat? Nee. Nee, dit kan niet. Oh, verwijder.
nu. Mobiel. Wat is er aan de hand? Ik moet heel snel naar buiten, want ik heb poep op mijn schoen. Echt. Die is super vies. Eel. En dan moet ik er heel snel afhalen met mijn eigen mobiel, want dan kan ik het goed mee eraf schakelen. Prachtig. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Even kijken. 15.000 views al. Verwijder, verwijder. Dylan, wat ben je allemaal aan het doen? Niks. Ik moet naar Teun toe, want Teun die heeft ook poep onder zijn schoen. Hè? En een blinde darmontsteking. Echt? Ja. Oh. Wat vervelend voor hem. Mm-hmm. Wacht, ik stuur hem meteen een berichtje. Mag ik mijn telefoon terug? Ja. Ja, geef hem dan maar. Ja. Dylan, wat doe je? Oh. Oeps. Super onhandig van me. Heel toevallig dat dat ding daar ineens is. Dylan, kijk, ik vind het heel leuk dat je een beetje raar bent, maar vanavond is me echt iets te, oké? Okay? Ja, snap ik wel. Ik rij. Ja, slim, want ik ben echt super onhandig. Hé, die video van Marit en mij is trouwens wel echt geweldig, joh. Welke video? Ja, die ene dat ik gitaar aan het spelen was en Marit in haar onderbroek aan het zingen was. Heb je die gezien? Ja, sterker nog, ik was er zelf bij, denk ik. Nee! Vergeet dat maar even, oké? Dylan legt vandaag of morgen wel uit. Oké, okay. Ja, ik denk dat hij het wel goed gaat doen qua views, hoor. Nou, dat denk ik niet. Die video is nu inclusief dat jij gekeken hebt, 3 keer bekeken. En daar gaan we het bij houden. Nee hoor. Hij heeft nu binnen 10 minuten ongeveer 50.000 views. Oh nee. Rick! Wat heb je gedaan? Oh, hij staat er offline. Oh, hey Dylan! Hey, Dylan! Nico! Ik kan het uitleggen! Oh, hey, Teun. Gaat het? Ben je weer beter? Ja, ik voel me prima. Oh, fijn. Ja, heel fijn. En dat gaan we even vieren in de keuken. Oh, leuk, een feestje! Met z'n tweeën. Kom. We doen tegenwoordig alles met z'n tweeën samen. Hey, Marit, kun je die video nog herinneren? Die ene waarin ik gitaar aan het spelen was en jij in je ondergoed het alfabet aan het... zingen was? Rick, ik denk dat jij een beetje te veel gedronken hebt. Ik wacht wel even buiten. Gast, waarom heb je die video geüpload, man? Dat heb ik niet gedaan. Dat deed Rick. Rick? Waarom heeft Rick die video geüpload? Je weet toch dat mijn relatie voorbij is als Marit het ziet? Ja, ik denk dat hij hem per ongeluk op mijn computer heeft gezien of zo. Waarom staat die video überhaupt op je computer? Je zou hem toch missen? Gast! Ja, ik ben hem gewoon vergeten te verwijderen. En... ja, ik vond het ook wel grappig. En... het is deze keer maar net goed gegaan, hè? Ik heb hem net op tijd kunnen verwijderen voordat Maarten hem zag. Maar ik wil dit niet meer. Ik ga morgen naar die meneer Opstelten toe en ik ga hem vertellen dat we geen gebruik meer willen maken van zijn programma. Ja, en zoals we net al bespraken, heeft Dylan Hagens er deze maand met hele vette, grave video's maar liefst 1 miljoen abonnees bijgekregen. Maar het schijnt ook dat er zojuist een hilarische video online is gezet waarin Marit wel een heel bijzondere rol speelt. Hallo. Goedemorgen. Ik kom voor de heer Opstelten. Ik zou u echt met alle liefde willen helpen, maar de heer Opstelten kan u vandaag niet ontvangen. Oh, maar dat is niet erg. Ik kom alleen even doorgeven dat ik geen gebruik wil maken van het programma en stop met de proefperiode. Ja, maar dat kan niet. Dat zal ik dan toch echt persoonlijk met de heer Opstelten moeten gaan bespreken. Oké, wanneer heeft hij tijd?
Even kijken. Vanmiddag om 3:00. Hm. Niet. Hm? Morgen om 10:30. Ah, nou, oké. Okay. Niet. Wat doet u met de kerst? Sorry? Ja, het lijkt erop dat de heer op Stelten pas eind december weer een gaatje heeft. Zegt u nou dat ik pas eind volgend jaar mijn abonnement stop kan zetten? Ja. Tenminste... Ja? Kijk. Nee, volgend jaar zal ook niet gaan. In 2020 zie ik op 27 mei om 2:30 middags nog een gaatje. Kan ik die voor u inplannen? Meneer Hages? Waar heeft u zich verstopt? Meneer Opstelten? Meneer Hagens, is u niet verteld dat ik het op dit moment ontzettend druk heb? Jawel. Maar dat valt wel mee, hè, zo te zien. Oh! Oh! Dat ziet u dan zomaar. Nou, dat klopt. Inderdaad. U komt uw abonnement verlengen? Nee. Komt u een abonnement afsluiten voor iemand anders? Nee. U komt mij een complimentje geven? Nee. Nou, helaas. Dan kan ik niks voor u doen. Goedemiddag. Ik kom mijn abonnement opzeggen. Wat? Wat? Dat kan helemaal niet. Hoezo niet? Nou, omdat u dat bij mij persoonlijk moet doen. Ja. Hé, hey, wat is dat? Bij deze zeg ik officieel mijn abonnement op. Oh, maar dat kan helemaal niet. Zeker wel, dat stond in mijn contract. Ja, maar dat kan niet, want bovendien, ja, dat moet ik melden bij het hoofdkantoor. Hoofdkantoor? Ja, het hoofdkantoor. En daar zullen ze helemaal niet blij mee zijn op het hoofdkantoor. Hoezo niet? Nou, ten eerste, omdat ik heel slecht Russisch spreek. Ik kan me heel moeilijk verstaanbaar maken. Dus, dat irriteert ze mateloos. Oké, en ten tweede? Ten tweede, helemaal niks. Het is nog nooit gebeurd! Nou, dan stel ik voor dat u het nu maar voor de eerste keer gaat doen. Ja, maar dat is wel uw verantwoordelijkheid, hè? Ja. Dat ik dat nu ga doen, hè? Doe maar. Dan ga ik dat nu doen. Ja? Ik doe het. Doe. Ja, maar ik ga het ook doen. Ga maar. Ik ga het doen. Ja. Ja. Oh, nu? Ja. Ja, ik ga het nu doen. Let op. Ik ga het doen, hè? Ruslan van Vasilika, op stelt, hè? Bloem voor Ruslan van Vasilika, van Hagens, Simon van Vasilika. Daar. Dat is jij met Russisch. Oké. Daar. Niet. Daar. En? Had ik al gezegd dat ik niet zo heel erg goed Russisch sprak? Ja. Nou, wat ik ervan begreep is dat het opzeggen van uw abonnement geen enkel probleem zou zijn en dat het zelfs vandaag nog gedaan kan worden. Oh, dat is supergoed nieuws. Ja, maar ze gebruikten ook wel woorden die ik niet helemaal begreep en die sterker nog ook iets anders kunnen betekenen. Oké, wat dan? Dat ze uw leven tot een hel gaan maken en u zo ver kapot gaan maken dat er niets anders overblijft dan een zielig hoopje kak. Een zielig hoopje kak? Ja, maar het kan nog steeds het eerste betekenen, hè? Oké, en hoe komen we daarachter? Ja, nou, dat is eigenlijk heel simpel. Niet. Nou, bedankt, hè? Voor niks. Ja. U ook bedankt, hè? Voor niks.
Hey mensen. Hey Dylan, heb je je riem wel omgedaan vandaag? Ja, hoezo? Nou, er staat een video online waar je broek van afzakt. Wat? Waar heb jij het over, man? Heb je het niet gezien? Het is een behoorlijk gênante video. Wat? Staat die online? Ja. Ben je niet boos? Waarom zou ik boos zijn? Jij staat voor schut. Ik? Wat? Hè? Wat is dit? En hier zien we die gemene Dylan Hagens inbreken in mijn huis. En zijn broekzak af. Net goed. Dit is... Hey jongens, IJsbrand is bij de live show hiermee. Kom kijken. Oké, IJsbrand. Brand los. Ja, weet je, dit is niet de eerste keer dat Dylan iets van mij steelt. Hij gebruikt ook heel vaak dezelfde onderwerpen in zijn video's. En over een maand komt mijn film in de bios. En wat denk je? Over een half jaar komt Dylan in één keer ook met zijn eigen film. Nou, voor het team van Dylan wil ik heel graag zeggen... mijn deur staat altijd voor jullie open en dit lijkt me het moment om te spreken over een... nou, een samenwerking op mijn kanaal. Dag, Buddy. Oh nee. Onze subs beginnen te dalen. Dit is geen goede publiciteit, hoor. Nee, dat vind ik ook niet. Waarom heb jij eigenlijk bij hem ingebroken? Oké, ik moet jullie wat vertellen. IJsbrand die liegt. Kijk, ik heb al bij hem ingebroken, maar dat heb ik gedaan omdat hij zijn video's maakt op een oneerlijke manier. Zijn video's zijn namelijk niet echt. Probeer je hem nou zwart te maken, Dylan? Ik bedoel, ik mag IJsbrand ook niet, maar dit is te makkelijk, man. Ja, ik vind het ook niet zo chic, Dylan. Oké, dan geloven jullie me niet. Niemand van Dylans team gelooft dat IJsbrand nepvideo's maakt. Boos liep Dylan weg van zijn kantoor en weg van zijn team. Terug naar huis, waar hij dacht dat hij veilig was. Maar hij heeft nog geen idee van wat er nog komen gaat. Wat bedoel je? Wat bedoel je? Nou, dat met hij heeft geen idee wat er nog komen gaat. Dat is gewoon om het een beetje spannend te maken. Er gaat niks ergs gebeuren of zo, hoor. Ah, dus er gaat niks gebeuren. Wat dan? Ja, kan ik toch niet zeggen, dan verpest ik de hele film. Jongen, ik heb helemaal niks aan jou, hè? En zo loopt Dylan weer boos weg. Hij dacht dat het ergste geweest was, maar het zou allemaal nog veel erger worden. Hou nou eens op! Oké, sorry. Zou morgen een fantastische dag worden voor Dylan. Helemaal niks aan de hand. Top. Is het een prank? Is het een prank? Waar zijn de camera's? Een prank? Een prank? Noem jij zoenen met Melanie een prank? Au, au, zoenen met... Au! Wie heeft er gezoenen met Melanie? Oh, gaan we zo doen. Meneer, weet van niks? Wat? Ik weet echt van niks. Marit, wat doe je? Ben jij een miserig mannetje, zeg? Moet ik je dan echt laten zien? Oh, Melanie. Jij bent echt zoveel leuker dan Marit. Zij is echt stom. En dom. En lelijk. Net zoals Rick. Met zijn blouse. Dat ben ik niet, Marit. Ik zweer het, dat ben ik echt niet. Oh nee, dit is toevallig iemand die heel erg veel op je lijkt en die Melanie een orthodontistische controle met zijn tong heeft. Au, Marit! Dit is weer een maaksel van IJsbrand, echt! Hey. Je bent nog lager dan laag. Wat doe je? Oh nee, hè? Serieus, waarom moet dit altijd in films? Ik snap het echt niet, hè? Kunnen we niet gewoon... Oh, is dit? Man. Oh, die ijsbrand, jongen. Wat? Marit. Doe eens even rustig. Kun je ook even een schoen gooien? Ik heb hier maar één schoen. Even een schoen, alsjeblieft. Nee, mijn computer! Jeetje, mijn computer! Wat doe je? Oh, nee. Niet mijn playbutton. Niet mijn playbutton, Marit. Nee. Jeetje, Marit! Wat doe je? Marit! Ik speel niet eens piano. Ja, maar ik wel. Oh. Ja. Hey, jongen. Wil je dit alsjeblieft niet filmen? Oh, waarom niet? Mag ik soms niet groot worden op mijn kanaal? Hey, Dylan. Ik had eten voor je gehaald, maar hier.
Oh. Ik heb ook nog wat te drinken voor je gehaald. Rick, we zijn toch vrienden? Ja, nu niet meer. Hey, ik geef je een tientje als je dit niet online zet, oké? Okay? Te laat, staat online. En heel even wachten. Ja, ik heb nu al je tientje terugverdiend aan reclameinkomsten. Doei! Wat? Op de grond! Op de grond! Dylan! Wat? Ik ben het, Klaas! Ik ken helemaal geen Klaas. Klaas is een achternaam. Wat? Wat zit er, Klaas? Geld! Geld! Wat is dit? Oké, oké! Opschieten! Ja, ja, ja! Veiligheid, zeg maar. Ik heb hier een beschrijving voor je. Hij loopt op één schoen en heeft een roze milkshake over zich heen gekregen. Hij is kleverig. Ik herhaal, hij is kleverig. Ja, is begrepen. We gaan gelijk onderweg. We zijn getuigen van de dramatische neergang van Dylan Hagens. In de afgelopen jaren hebben wij hem leren kennen als een jongen die komische sketches maakt op YouTube. Maar in werkelijkheid blijkt hij niets minder te zijn dan een dief, een bedrieger en gewoon een misselijkmakende jongen. De zeer sympathieke en vriendelijke, maar ook erg succesvolle Nederlandse YouTuber is helemaal doorgeslagen. Dylan Hagens, hij heeft een bank overvallen. De reden van de roof is nog onbekend. Wel is duidelijk dat het grote gevolgen heeft voor zijn social media. Tja, ik heb op een trein gesurfd, maar wat die Dylan allemaal aan het doen is, wat een mafkees. Natuurlijk schaam ik me rot voor hem. U wilt iets weten over mijn zoon? Ik heb helemaal geen zoon. Ja, ik stond hier dus alles te filmen en toen had Dylan Hagens mijn mobiel afgepakt en kapot gemaakt. Wij zijn dus echt helemaal klaar met Dylan Hagens. Ik wil gewoon niks meer met die jongen te maken. Helemaal niks. Helemaal klaar. Klaar mee. Dylan Hagens, als je kijkt, je bent gewoon waardeloos. Het schijnt zelfs dat de dikke Van Dalen bij het woordje treurig in het woordenboek een foto van Dylan met al zijn video's gaat plaatsen. Dylan Hagens heeft gezoend met mijn zus. Dylan, wat denk je wel niet? Als ik dit van iemand niet had verwacht, was van Dylan. Dat kun je niet maken. Dylan Hagens, waarom? Dude, ga iets doen met je leven. Ik haat Dylan Hagens, ik haat hem! Ik had van veel YouTubers verwacht, dat ik had echt 20 opnoemen, maar van Dylan de laatste. Ik wil nu mijn gadverdamme man. Ik ga nu al onze video's samen verwijderen. Ik zal vanaf morgen gaan samenwerken met team IJsbrand. En ja, ik kijk er gewoon erg naar uit om met iemand samen te werken die mensen niet bedriegt. De schoenen hebben al... Dylan wordt inmiddels achterna gezeten door iedereen in de stad. Hé, hey, kan dat alsjeblieft wat zachter? Hij zit hier! Dylan Hagens zit hier! Hij zit hier! Dylan kan op dit moment werkelijk niemand meer vertrouwen. Man, je hebt mijn hele leven kapot gemaakt! Nou en! Ik dacht je dat ik niet precies hetzelfde bij jou kon doen, hè? Blijf van mijn tablet! Zink in mijn ogen! Ik doe zo'n... Oh nee, ik ken de shabab helemaal niet. Oh nee, prik niet, nee. Ja. En dit? Yeah.
Wat doe je? Ik bind je vast. Ik laat je hier net zo lang zitten totdat je toegeeft dat jij die video's over mij hebt gemaakt. Oké, ja, dat wil ik direct wel doen. Wat? Ja, ik bedoel, ik kan hier wel heel lang mijn mond houden, maar weet je hoe lang de film dan gaat duren? Gewoon echt super lang. Weet je waarom ik het gedaan heb? Ik heb helemaal geen vrienden. Ik ben gewoon jaloers. Maar je team dan? Dat zijn acteurs, die huur ik in. Ik betaal ze gewoon. En niet eens zoveel, hè? Alleen reiskostenvergoeding. Soms. Rick? Hoi Dylan. Wat doe jij nou weer hier? Ja, IJsbrand wilde dat ik voor hem kwam werken, dus ja, nu sta ik hier. Maar kunnen we niet samenwerken? Oh, oké, dit gaat wel heel makkelijk. Ik dacht dat jij de slechterik was. Oh, nee, dat valt heel erg mee. Ik heb ooit het programma van Opstelten gebruikt en sindsdien zat ik eraan vast. Hij probeert me te chanteren. Oh, dus je hebt al die video's over mij gemaakt omdat je gechanteerd werd? Ja. Nou, voor de helft, voor de andere helft vond ik het ook best wel leuk om te doen. Maar daar heb ik nu heel veel spijt van. Oké, weet je wat? Zand erover. We moeten samenwerken om die Opstelten te stoppen. Top! Oh, Rick, weet jij waar Teun is? Oh ja, daar! Oh, super toevallig dat hij kennelijk al de hitte buiten op ons aan het wachten was. Ja! Ja, heel fijn. En vooral omdat mijn auto stuk is, dus kunnen we gezellig met hem mee. Fijn. Zijn auto. Ja. Is dit zijn kantoor? Ja. Heren, ik wil u echt met alle liefde helpen, maar de heer Opstelten heeft aangegeven dat hij momenteel geen tijd voor jullie heeft. Oh, maar dat is helemaal niet erg, want we komen eigenlijk alleen maar om te vertellen dat IJsbrand echt onwijs verliefd op u is. Oh? Maar ik wil u echt met alle liefde helpen, hoor. Zullen we een afspraak inplannen voor een date? Oké. Even kijken. Vanavond kan ik niet. Morgenavond kan ik niet. Oh, nou dan. Zaterdagavond kan ik. Hey jongens, kijk eens wat ik gevonden heb. Help. Bubbeltjes help. Plastic. Blijf van me af. Gek. Ga weg. Ga. Diederik Jan. Diederik Jan. Help me. Ja, ga me eruit. Ik zit hier. Ja, hier. Bubbeltjes plastic. Gek. Au, au. Ga weg. Ga van me af. Je bent ontslagen! Ga weg! Jongens, maak me los. Help! Alleen als jij al je oplichterspraktijken opbiegt. Oplichterspraktijken? Ik? Hoe kom je daar nou bij? Kijk naar jezelf! Jullie hebben tenslotte al die fake video's gemaakt, toch? Ja, klopt. Maar ik heb samen met IJsbrand een video gemaakt waarin we uitleggen dat we je programma hebben gebruikt en het nooit meer zullen doen. Ja! Hebben wij dat samen? Ik heb zeg maar nog één keer het programma ook nog een keertje. Oh, Goed. Ik heb dat programma gemaakt en aan jullie verkocht, zodat jullie je fake video's konden maken. Ik beken. Maar dat komt alleen maar omdat ik gewoon een slecht mens ben. Ik ben gewoon een heel slecht mens. Hey Dylan. Ik heb echt een hele fijne tijd met je gehad. Maar de afgelopen dagen heb ik een Dylan gezien die ik nog niet kende. En met die Dylan kan ik gewoon niet verder leven. Wat? Dus ik denk dat het beter is voor ons beiden als we onze eigen weg gaan. Nee. Mijn weg is dat ik alles achter me laat. Ik ga werken voor een stichting in de jungle van Zuid-Amerika. Ik heb al mijn kanalen offline gehaald, YouTube, Instagram. En dit is dan ook echt het laatste bericht dat je van me zult zien.
Want ik laat mijn telefoon thuis. Ze heeft onze video nog niet gezien. Ja, mij hebben jullie te grazen. Maar Margit, krijg je nooit meer terug. Lieve Dylan, ik moet zo gaan, want over een half uur vertrekt mijn vliegtuig. Wat moeten we nu, jongens? Ik heb een plan, dan komt alles toch nog goed. Wat? Ja, ik ga tossies maken. Dat helpt mij altijd als ik me slecht voel. Jij hebt nog tijd. Over een half uur vertrekt haar vliegtuig. Je moet gewoon nu naar het vliegveld. Ja, ja! Oh, een race naar het vliegveld van zijn vriendin. Dat vind ik altijd zo romantisch als ze in een film zit. Jongens, nee, help. Oh man, met dit kalletje halen we dat nooit. Ik heb maximaal 40, joh. Start TV! Dylan, kom, spring in! Hup, we hebben 25 minuten, halen we met gemak! Kom, hup, 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 tempo! Kom, go, 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 go! Yes. Mevrouw, is het vliegtuig naar Zuid-Amerika al vertrokken? Ik zal het even voor u checken. Nee. Spijt me. De vlucht is net vertrokken. Nee. 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 Ik wil niet. Jongens. Dylan? Marit? Ik dacht dat ik je nooit meer zou zien. Liefje, ik heb je video nog gezien. Ik kon mijn telefoon toch niet thuis laten. Dan is het de beste video die ik ooit heb gemaakt. Zo zie je maar weer, aan het einde van een film komt altijd alles weer goed. Dylan en Marit zijn weer samen. Heel team Dylan Hagens is bij elkaar en kunnen op een normale manier video's voor jullie maken. Wat is het toch altijd mooi in films, hè? Dat ruzies opgelost zijn, dat mensen die er niks mee te maken hebben spontaan gaan klappen. En dit is ook het perfecte moment voor Dylan om Marit eindelijk ten huwelijk te vragen. Echt? Wat? Ja? 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 Ik ga morgen naar die meneer opstelden en ga hem zeggen dat we geen gebruik meer gaan maken van zijn programma. Je handje moet je niet vergeten. Ja. Dag mensen! Oh. Ja, nu zeg ik het. Oh, nee, anders hadden we dat gewoon. Nee. Hey mensen! Dag. Moet je zien, dit is van vandaag. Nee, dat kan niet. Dat kan helemaal niet. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Ben jij een miserig mannetje, zeg. Moet ik je dan echt laten zien? Dat is de verkeerde kant. Beloofd. Kast! Op mijn gezicht! We moeten samen die opstelten stoppen. Top! Hij dacht dat het ergste al gebeurd was, maar het zou allemaal nog veel erger worden. Hou nou eens op! Oké!
Dan gebeurt er niks ernst. Oké. Ik ben te jong. Ik moet heel snel naar Teun toe, want Teun heeft ook poep aan zijn schoen. De klokken luiden. Ik hoor het, ja, maar ga gewoon door. We hebben een discussie. Ja. Ja. En? Oeh. Yes, ik zei het toch? Ongelooflijk. Al fake video's. Dat doet me fysiek pijn. Mijn hart bloedt. Bah, smerig, waardeloos. Nou, ik wil dat je bloepers hebben, hè?